Goedemiddag. China is begonnen met grootscheepse militaire oefeningen in de buurt van Taiwan. Steeds meer kleine fietsenwinkels worden opgekocht door grote ketens. En Dries Mertens neemt na 9 jaar afscheid van zijn club Napoli en van zijn fans. Het leger van China houdt grote manoeuvres, onder meer in de straat van Taiwan. Dat is de zeeengte die het Chinese vasteland scheidt van het eiland Taiwan. De manoeuvres zijn een reactie op het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, aan Taiwan. China, dat Taiwan beschouwt als een afvallige provincie, is verontwaardigd over dat bezoek. Deze beelden werden verspreid door het Chinese leger. Gevechtsvliegtuigen en marineschepen zijn onderweg om deel te nemen aan de manoeuvres, die wellicht de grootste zijn sinds midden de jaren 90. De Chinese staatstelevisie meldde dat er verscheidene projectielen werden afgevuurd tijdens de militaire oefeningen. Bentai消息. 8月4号13时许，中国人民解放军东部战区陆军部队在台湾海峡实施了远程火力实弹射击训练，对台湾海峡东部特定区域进行了精确打击，取得了预期效果。 Volgens Taiwan zijn de afgevuurde raketten van het type Dongfang, die een middellang tot intercontinentaal bereik hebben. Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het land zijn veiligheidsmaatregelen aanscherpt. De militaire manoeuvres van China zouden tot zondag duren. Ze vinden behalve in de straat van Taiwan plaats op in totaal 6 verschillende locaties rond het eiland. Peking spreekt van een gerechtvaardigde maatregel na het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan. Nancy Pelosi is na haar bezoek aan Taiwan doorgereisd naar Zuid-Korea. Daar had ze vandaag ontmoetingen met verschillende toppolitici. Pelosi toonde zich bezorgd over de groeiende spanningen tussen Zuid- en Noord-Korea. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de laatste tijd geregeld bedreigingen geuit tegenover het zuiden. Vooral het kernwapenprogramma van Pyongyang baart Zuid-Korea en de VS zorgen. Zo zei de evenknie van Pelosi, de parlementsvoorzitter in Zuid-Korea. We hebben de Pyongyang-problemen ook besproken. De beide partijen hebben de dreiging van een ernstige situatie uitgedrukt. We hebben onze burgers kunnen vastleggen. 강력하고 확장된 대북 억지력을 바탕으로 국제협력 및 외교적 대화를 통해 실질적인 비핵화와 평화 정착을 이루기 위한 양국 정부의 노력을 지원해 나가기로 하였습니다. En dan naar het binnenland. Na het zoveelste dodelijk ongeluk waarbij de dader vluchtmisdrijf pleegde, vraagt de VZW ouders van verongelukte kinderen dat er strenger wordt opgetreden. De concrete aanleiding is het dodelijke ongeluk van maandag, waarbij een 16-jarige fietser werd doodgereden. De dader was onder invloed van drank en drugs. Hij sloeg op de vlucht. Volgens de ouders zijn de straffen wel zwaar genoeg, maar worden ze onvoldoende toegepast. De dood van een 16-jarige jongen na een ongeval met vluchtmisdrijf in Temse blijft nazinderen. Het nieuws opent oude wonden bij ouders die hun kinderen ook op die manier hebben verloren. Op het eerste moment stel ik mij direct in de plaats van die ouders, van die familie die een kind verliezen in het verkeer. Dat is verschrikkelijk, dat is ongelooflijk, die pijn. Ik kan mij terug het geheel en voorstellen hoe het gebeurd is in onze periode. En die mensen moeten juist hetzelfde meemaken als wij. Ik had het op de radio gistermorgen gehoord dat ik naar mijn werk reed. En ja, dat was direct, ja, dat is een slag terug in je gezicht. Alles komt terug boven. Dan beleefde eigenlijk terug de dag dat Merel is omgekomen. Hè.
Merel de Prins kwam om bij een ongeval met vluchtmisdrijf in 2015. Ze was 12. Wouter van de Wallen werd in 1993 doodgereden. Hij was 16. Vandaag vragen hun ouders nog maar eens om strenger op te treden tegen wegpiraten. Ik lees nu in de krant dat die jongen die dat veroorzaakt heeft, gekend was bij de politie voor drugsgebruik, voor rijden onder invloed. Allee, ik denk toch wel dat er zeer rapper moet ingenomen worden om levenslang rijverbod in te voeren. De man die Merel de Prins doodreed, kreeg in 2017 vijf jaar effectieve celstraf. Hij kwam begin 2020 voorwaardelijk vrij. De ouders willen dus strengere straffen. Uiteindelijk kan die man nog altijd hetzelfde ongeval veroorzaken op dezelfde plaats, met dezelfde wagen. Gewoon omdat daar geen controle op is. En ja, in ons geval, die man was al 18 keer opgepakt wegens rijden zonder rijbewijs. Ja, wij begrijpen nog steeds niet hoe dat kan in deze wereld, dat iemand die al 18 keer is veroordeeld voor iets, dat die man toch nog altijd een wagen kan besturen. In Antwerpen zijn er afgelopen nacht opnieuw explosies geweest op twee verschillende plaatsen. De eerste was in de Volkstraat op het Antwerpse Zuid. De tweede op de Turnhoutse baan in Deurne. Daar is schade aan een kapperszaak en aan de inkom van een appartementsgebouw. Er vielen geen gewonden, gelukkig. Het parket onderzoekt de zaak. Opnieuw is hier mogelijk een link met het drugsmilieu. Ik had deze zaak nog in mijn eentje kunnen runnen, maar het werd echt moeilijk. Ik werk 6 dagen op 7, al 11 jaar. Bijna nooit vakantie genomen. Dat is ook een beetje de reden waarom ik het heb losgelaten. Amor runde in Brussel een goed draaiende fietsenwinkel, maar die is recent overgenomen. Sinds de coronapandemie zijn we met z'n allen veel meer aan het fietsen. En daardoor worden veel kleine fietsenwinkels opgekocht door grote ketens. Zoals bijvoorbeeld Bike Republic van Colruyt of Lucien van autoverdeler Dietre. En die gooien daar soms veel geld tegenaan. Op de etalage van Velofixer, een bekende fietsenwinkel op de Anspachlaan, hangt sinds kort een tweede naam, die van Lucien, de fietsafdeling van auto-invoerder Dietere, die de zaak heeft opgekocht. Een jaar geleden zijn ze naar mij gekomen met het voorstel. Ik heb toch lang getwijfeld, moeten nadenken. In mei hebben we getekend. Nu is de overname definitief en ik ben heel blij ermee. For the moment we only repair bikes that are bought in our shop. We have so much work. Our planning is full until mid of September. De zaak draaide erg goed, maar door deel te worden van een grotere groep zouden er nog dingen moeten verbeteren. We gaan werken met een centrale stok. En zoals je kan zien komt nu nog alles hier binnen, wat dat echt ambetant is. We hebben bijna geen plaats, er moet tussen de fietsen staan. Maar in de toekomst gaat dus alles daar geleverd worden en gaan die fietsen ook gemonteerd naar ons komen. Ook onderdelen, als we iets nodig hebben, kunnen we dat gewoon intern bestellen en dan komt dat meteen geleverd. Nu, als wij iets moeten bestellen bij een leverancier, is de wachttijd soms een jaar en een half. De overnamegolf binnen de fietssector is volop bezig. Toch denken kenners van de handelssector niet dat dit het einde betekent van de kleine fietsenwinkel. Ik denk het niet, omdat de grote spelers zich vooral richten op wat zij urban mobility noemen, op die elektrische fietsen, die toch een serieus stuk van de omzet al uitmaken. Maar dan denk ik dat er zeker op andere locaties, maar ook op andere niches, zeker nog plaats is voor de kleinere spelers. Ik denk dan aan koersfietsen, ik denk aan mountainbikes. Amor heeft veel verdiend aan zijn overname. Toch is deel van de deal dat hij nog een tijd zaakvoerder moet blijven. Niet meer als zelfstandige, maar in loondienst deze keer. Hij ziet er ook de voordelen van. Ja, maaltijdchecks, ecochecks, betaald verlof. Dat is wel aangenaam, ja. In ons land hebben vorig jaar 34 fietsers per dag een boete gekregen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde. In totaal werden vorig jaar dus amper 12.517 fietsers beboet. Het gaat dan vooral om boetes omdat de fiets niet in orde is. Fietsers die verkeerslichten negeren of hun smartphone gebruiken tijdens het fietsen. In het Verenigd Koninkrijk willen de ouders van de hersendode jonge Archie Battersby dat hij naar een palliatieve instelling wordt overgebracht. Ze stapten daarvoor vanochtend naar het Britse Hoge Rechtshof. Alle juridische pogingen van de familie om de behandeling zelf voor te zetten en hem dus niet te laten sterven, leverden niks op.
Archie geraakte in een coma na een foutgelopen uitdaging tijdens een online spel en kan volgens de dokters niet meer gered worden. Archie Battersby, 12 jaar, is een levenslustig kind, maar op 7 april vindt zijn moeder Archie bewusteloos in zijn kamer. Ze denkt dat Archie in ademnood raakte tijdens een spelletje op sociale media. Een soort online uitdaging waarbij deelnemers moeten proberen bewusteloos te raken. Ondertussen ligt Archie al 4 maanden hersendood in een Londens ziekenhuis. Dokters houden hem kunstmatig in leven, maar noemen zijn situatie uitzichtloos. Ze willen de behandeling stopzetten. Archie's ouders verzetten zich daartegen en proberen via alle juridische mogelijkheden de behandeling voor te zetten. Maar uiteindelijk besliste gisteren ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om niet tussen beiden te komen. Absolutely deflated, just so let down. Yeah, obviously that was our last option. This hospital failed him, so I would like him out of here as quick as possible, really, and in a peaceful hospice to say goodbye and spend time with his family, uninterrupted by noise and chaos. Maar Archie verplaatsen naar een plek buiten het ziekenhuis is volgens de dokters heel riskant. Archie dreigt te sterven voor hij op een palliatieve instelling aankomt. De ouders van Archie geloven dat niet en spannen daarom opnieuw een rechtszaak aan bij het Britse Hoge Rechtshof. He's good. He's been good all along. That's the most heartbreaking thing about it. You know, I wish I could take you all in there to see. Like for yourself. It's just unfair. The fact as a parent, we've got no rights with our children. It's disgusting. Ook bij ons komt het voor dat mensen hersendood worden verklaard. In het UZ Leuven gebeurt dat zelfs enkele keren per maand. De familie wordt meteen in alle openheid geïnformeerd op medisch vlak, maar krijgt ook een intense emotionele begeleiding. Dit is dus een van de lokalen waar we familiegesprekken voeren. Dat zijn uiteraard niet altijd einde-leven gesprekken. Dat zijn soms gesprekken over de evolutie van de patiënt. Maar dat is een van onze gesprekslokaaltjes. Dus jullie hebben ook wel vaker patiënten die helaas hersendood zijn. Wat is dat precies, hersendood? Hersendood is wanneer de hersenen zo zwaar beschadigd zijn en onomkeerbaar beschadigd zijn, dat eigenlijk alle functies van de hersenen en van de hersenstam onomkeerbaar uitgevallen zijn. En we stellen dat eigenlijk in de regel vast met een klinisch onderzoek, maar dat is niet één arts alleen die dat doet. Er zijn eigenlijk 3 artsen die onafhankelijk van elkaar die testen doen. Dan zijn we heel zeker dat die patiënt hersendood is. En dan moet je dat nieuws gaan melden aan de nabestaanden. Dan moet je dat nieuws gaan melden aan de nabestaanden, inderdaad. Het is belangrijk om helder te zijn en ondubbelzinnig, maar dan ook ruimte te laten. En sommige families zijn onmiddellijk zeggen, oké, dat is zo, ik heb dat begrepen, wat zijn de volgende stappen? Voor sommige mensen duurt dat een halve dag, een dag of soms zelfs een paar dagen, dat mensen daar niet klaar voor zijn. Totdat de mensen ook zelf weten van oké, ja, het is hard, het is verschrikkelijk, maar ik kan het wel emotioneel aanvaarden. En dan komt pas de vraag meestal van ja, wat zijn nu de volgende stappen, wat gaan we nu doen? Er is ook geen geheim aan die stop, dat is ook heel transparant. En dat kan ook, en meestal gebeurt dat ook, in het bijzijn van de familie. En dus het is voor ons heel belangrijk om die familie daarbij te hebben, om ook rituelen te hebben. Dat er ergens een afscheid gemaakt en georganiseerd wordt in die hoogtechnologische omgeving, die intensieve is, die heel ver staat van een natuurlijk overlijden, maar dan eigenlijk een beetje die patiënt terug een zo natuurlijk mogelijk overlijden te geven en ook aan die familie dan die ruimte te laten voor een goed afscheid. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, roept alle regeringen op om de olie- en gasbedrijven meer belastingen op te leggen. De 5 oliereuzen, Shell, BP, ExxonMobil, Total Energies en Chevron, hebben samen de afgelopen maanden zo'n $60 miljard aan winsten geboekt. Die enorme winsten zijn te danken aan de Russische invasie van Oekraïne, met als gevolg een globale energiecrisis en ongeziene hoge benzineprijzen. Het financieel profiteren van die crisis is immoreel, zegt de VN-topman. It is immoral for oil and gas companies to be making record profits from this energy crisis on the back of the poorest people and communities and at a massive cost to the climate. I urge all governments to tax these excessive profits and use the funds to support the most vulnerable people
through these difficult times. In het stadje Verín in het noordwesten van Spanje woedt een hevige brand die volgens de Spaanse autoriteiten aangestoken is. Verschillende mensen zijn noodgedwongen geëvacueerd en twee snelwegen in het gebied zijn afgesloten. In totaal zijn bijna 600 hectare in de vlammen opgegaan. Volgens de burgemeester is het misdrijf voorbereid door iemand met kennis van zaken. In IJsland is gisteren een vulkaan uitgebarsten. De vulkaan ligt in het zuidwesten van het land, op zo'n 40 kilometer buiten de hoofdstad Reykjavik. De overheid activeert de noodplannen, maar zegt ook dat het risico voor de bevolkte gebieden voorlopig laag blijft. En een 62-jarige Fransman heeft 16 uur doorgebracht in een luchtbel binnen zijn gekapseisde boot, voordat hij dinsdag door de Spaanse kustwacht kon gered worden. De reddingsoperatie verliep moeizaam omdat de zee ruw was. De man verkeert in goede gezondheid. Een 15-tal kinderen die deze week een museumkamp volgen, mochten afgelopen nacht uitzonderlijk in het SMAC blijven overnachten. Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent. Om veiligheidsredenen mag dat eigenlijk bijna nooit. Het is in de loop van de geschiedenis nog maar twee keer gebeurd. Het was voor de kinderen dan ook een unieke ervaring. Onze collega's van Caribiet waren erbij. Goedemorgen, jullie mogen wakker worden. En hoe was het om in een museum te slapen? Leuk. Leuk. Ik heb wel redelijk goed geslapen, alleen ben ik wel heel vroeg wakker geworden. Maar het was... Ik heb niet verwacht dat ik zo goed ging slapen eigenlijk in een museum. Geen tenten op dit kamp, maar wel de filmzaal van het SMAC in Gent. Normaal gezien staat het museum 's nachts onder bewaking, maar die mocht voor het kamp uitzonderlijk een nachtje uit. In een museum slapen is eigenlijk wel vrij speciaal, omdat je hebt dat zelf nog nooit gedaan. Niet iedereen kan dat doen. Het is ook wel gezellig met een hele groep samen. Dus dat is ook wel heel leuk om te doen. In de zalen van het SMAC kan je normaal gezien een speld horen vallen, maar niet deze week. De kinderen krijgen het hele museum om er te ravotten, kunst te ontdekken en zelf kunst te maken. Ja, dat was wel leuk om zo tussen alleen een hele week tussen allemaal schilderijen te lopen en daar meer over te leren en over te kunnen weten. Zelf wil ik graag ook kunstenares worden en dat is ook leuk om inspiratie op te doen voor later. Kunstjeugdbeweging Bazaar organiseert het kamp in samenwerking met het museum. Het is geen scouts, ook geen tekenacademie, maar iets daartussen. Wel, de bedoeling is om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met kunst. En in het museum zo beter kunst te leren kennen, maar echt op een toffe, speelse manier en niet gelijk op school. Het museum is trouwens gewoon open deze week. En dit jonggeweld krijg je er gratis bij. Tienduizenden metalfans genoten gisteravond in Oostende van de Duitse band Rammstein. Meer over die wilde avond na de sport. Aster. Dag Wim, goedemiddag. Rode duivel Dries Mertens die heeft zijn vertrek aangekondigd bij Napoli. Ja, en hij heeft dat gedaan op een manier zoals voetballers dat vaak doen tegenwoordig. Hè, met een filmpje op sociale media. Het contract van Dries Mertens was al op 30 juni afgelopen. Even leek er een verlenging te komen, maar dat is dus niet het geval. Mertens is 35 en hij voetbalde 9 jaar lang voor Napoli. Hij is er ook topschutter aller tijden met bijna 150 doelpunten. En nu moet Mertens dus op zoek naar een nieuwe club. Is hij eigenlijk al op zoek? Hij postte op Instagram een filmpje van zijn mooiste momenten in Napoli. Zowel op als naast het veld. Na 9 jaar voetballen en wonen in de Italiaanse stad noemt hij Napels zijn tweede thuis. Ook zijn zoon Ciro werd er geboren. Mertens zal zijn huis in Napels niet verkopen, zegt hij, zodat hij er nog vaak kan terugkeren. In de video neemt hij afscheid van de Italiaanse stad en van zijn fans met zoon Ciro op de schoot. Cari napoletani, concittadini mie, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me. Salutare questa città che mi ha adottato, amato, sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. La mia partenza non è andata come avevo voluto io, ma per me non è un addio. È solo un arrivederci.
En zoals altijd in vlekloos Italiaans. Wie wel zijn transfer al beet heeft, maar dan zitten we wel in wielerland, is Belgisch kampioen Tim Merlier. Hij trekt zoals verwacht naar Quickstep Alpha Vinyl. Of Soudal Quickstep, zoals de ploeg vanaf januari zal heten. Merlier is 29 jaar intussen en komt over van Alpecin de Koenig. En hij heeft bij de ploeg van manager Patrick Lefevre een contract ondertekend tot eind 2025. Als sprinter kan Merlier mooie adelbrieven voorleggen. Hij werd al twee keer Belgisch kampioen en behaalde al ritzegens in de Tour en de Giro. Nu mag de voormalige veldrijder dus bij de Wolfpack voor overwinningen zorgen. De Red Dragons, dat zijn onze Belgische volleybalmannen, hebben gisteravond hun eerste kwalificatiematch richting het EK in 2023 gewonnen. En dat was eigenlijk een fluitje van een cent. De Belgen rekenden in een recordtempo af met de Faroer. De match duurde amper 1 uur en 3 minuten. Dat is ongezien. Al vanaf het eerste punt is het duidelijk. Deze tegenstander mag geen probleem vormen voor de Belgen. De Faroer staan zo'n 30 plaatsen lager op de Europese ranking. Dit is het setpunt. 25-7 wordt het. Het publiek krijgt hier niet meteen waar voor zijn geld. In set 2 dan toch wat meer weerwerk of alleszins wat minder concentratie bij de Belgen. De Faroer doen zowaar mee. Even een time-out dus bij de Belgen. In zo'n match kun je eigenlijk meer fouten maken dan goed doen. Zijn we dan gewend van toch een stapje hoger te spelen. En dan tegen zo'n ploegen is meestal de punten die je hun geeft, zijn fouten die jij maakt. Dus in die zin is dat wel een soort van stress die je moet controleren en waar dat de focus heel belangrijk blijft. Maar de Belgen herpakken zich 25-15 en set 3 is opnieuw een eitje. Dit is het matchpunt 25-9. Ingetogen vreugde na amper 1 uur en 3 minuten spelen. De Belgen kunnen energie sparen, want de volgende match tegen Estland op zondag is belangrijker. Het zal zeker een moeilijke taak worden met deze groep. Maar ik voel een heel goede energie en ik voel dat iedereen goed werkt. Het is een jonge groep, de coach werkt ook heel graag. En dat doet een heel veel deugd. Dus we gaan daar naartoe met een positieve naïviteit, zou ik het kunnen zeggen. Thierry Neuville heeft geen al te beste start genomen in de rally van Finland. In de shakedown, dat is de korte openingsproef, zette onze landgenoot in zijn Hyundai pas de 9e tijd neer. Neuville is tweede in de WK-stand, maar hij volgt al op geruime afstand van de Fin. Calle Revampera, de WK-leider, zette de snelste tijd neer in de shakedown. Als de nog altijd maar 21-jarige Fin de rally in zijn eigen land wint en Neuville scoort maar weinig punten, dan kan Revampera bij de volgende rally, die van Ieper, voor het eerst wereldkampioen worden. En wie weet is hij dan wel vertrokken voor heel lang. Morgen is het exact 1 jaar geleden dat de Red Lions goud pakten op de Olympische Spelen in Tokio. Doelman Vincent Van Asch, The Wall noemen ze hem, had daar een groot aandeel in met zijn saves in de shootouts, zeg maar de penaltyreeks. En 1 jaar later staat Van Asch met een heel ander doel op het veld. Jonge hockeykeepers beter maken. Let's go. Kieke Mos. We zijn starter. Geen gewone training op het hockeyveld van de Blue Lions in Tervuren. Wel een zomerkamp enkel voor keepers met de beste hockeydoelman ter wereld. Ja, excellent. Super, Max. Super. Het is de Wall, maar omdat het is wel een van de beroemdste keepers. En ik vind dat ook de beste. Ik vind het echt heel straf dat wij natuurlijk die kans krijgen om hem, dat hij ons tips kan geven en dat hij ons zo kan trainen. Dat is wel heel leuk. Ja! Die kindjes zijn een beetje geïntimideerd eerst, van de eerste dag. En dan komt het superleuk. En, het is niet alleen dat Vincent Van Asch komt voor een signeersessie, maar ik kom voor de hele dag. En ze mogen alle vragen stellen. Het is bijna 1 jaar geleden dat Van Asch in Tokio goud won met de Red Lions. Die titel gaf een boost aan het hockey, een sport die soms nog als duur en elitair wordt gezien. We proberen om die cliché een beetje te breken. Als je kijkt in de nationale ploeg, we komen overal. Oké, van rijke familie, maar ook van Molenbeek of van Everen, zoals mijn klein appartementje. Vroeger op school was iedereen zo voetbal. En nu is het toch wel. Nu speelt meer mensen van mijn klas en ook van het zesde leraar. Bijna iedereen speelt hockey en wil hockey spelen. En daar zijn deze keepers nu nog meer van overtuigd. Het is zo geniaal, uniek. Dat, ja, die 3 dagen, dat was, ik denk, een van de mooiste van mijn leven. Dat was zo super tof. En ik vind dat nog ook nu.
Voilà, dat was sportnieuws. Dankjewel, Aster. En wij gaan nog naar Oostende, want gisteravond hebben daar bijna 50.000 toeschouwers het concert bijgewoond van de Duitse band Rammstein. Veel vuurwerk en harde metal, daar kwamen ze voor en dat kregen ze. Het was alweer ruim 20 jaar geleden dat Oostende nog een wereldster kon ontvangen voor een groot openluchtconcert. In dit nieuw aangelegde park De Nieuwe Koers mocht Rammstein gisteren de spits afbijten. Het concert was al 2 keer uitgesteld door corona. Fans hadden er dus lang naar uitgekeken. Ik vind ze fantastisch, ja. Maar de muziek zelf spreekt mij ook enorm aan. En ook hun teksten, ze lachen eigenlijk met alles. Ja. Ze zijn sarcastisch soms en dat is... Het mag ook in deze tijd. Ja. Het moet niet altijd serieus zijn. Vooral zo'n groot gevoel van nostalgie. Ja. Van vroeger. Van zo. Ja. We willen dat toch een keer zien. Ja. En vooral die ik wil en die zonne is echt zo... Deutsche Pünktlichkeit begonnen ze hun optreden netjes op tijd. Bijna 60 is hij ondertussen, zanger Till Lindemann. Maar zonder enige moeite konden hij en zijn kompanen Oostende gisteren in vuur en vlam zetten. Na hun optreden alleen maar laaiende fans. Ik kende 3 liedjes, dat was het eigenlijk. Maar het was stom te zien, het was mijn eerste concert. Dus ja. Het was mega goed, het was echt... Ja. Als ik morgen zou kunnen gaan, ik zou terugkomen, maar ik heb geen ticket. Dus het was echt subliem. Ik heb vandaag een paar orgasmes gekregen. Niet met mij, maar met... Nee. Niet met mijn vrouw. Nee. Maar was magnifiek, magnifiek, magnifiek. Schitterend. Ja. Vanavond is er nog een concert in Oostende, het laatste van de Europese tour van Rammstein. Ook dat optreden is volledig uitverkocht. Lied aus. We gaan afronden hier. Het leger van China houdt grote manoeuvres, onder meer in de straat van Taiwan. China is boos wegens het bezoek van de Amerikaanse parlementsvoorzitter aan Taiwan. Dank voor het kijken. Fijne middag. 本台消息 8月4号13时许，中国人民解放军东部战区陆军部队在台湾海峡实施了远程火力实弹射击训练，对台湾海峡东部特定区域进行了精确打击。我国政府会更坚定地来捍卫我国的国家主权以及领土的完整。不若美方一意孤行，有此造成的一切后果，由美方全部负责，勿谓言之不预。